De nieuwe plannen voor het evenemententerrein Vliegveld Twente doen flink wat stof opwaaien. Dat belangenorganisaties en omwonenden zich zorgen maken om geluidsoverlast, stikstofuitstoot en verkeersproblematiek, dat is al wel bekend. Maar mogelijk is het iets heel anders dat nu de plannen de das om gaat doen, namelijk dassen. Ja, bij ons is voorzitter van Dassenwerkgroep Twente, Gerard Berendsen. Goedemiddag, Gerard. Misschien kun je de microfoon nog heel iets naar je toe trekken. Dan kun je iets beter horen nog. Vuistlengte afstand zeggen we vaak. Gerard, het college die wil eigenlijk graag dat op dat evenemententerrein makkelijker en meer activiteiten kunnen worden georganiseerd. Hè. Daarvoor moet het zogeheten bestemmingsplan eigenlijk worden veranderd. Zodat dat mogelijk wordt. En de gemeenteraad die moet daar nog goedkeuring voor geven. Nou, er worden allerlei vergaderingen belegd om daarover te praten. Deze week was jij bij zo'n vergadering. Ja. Toen heb je een... Nou ja, advies uitgebracht en heel scherp gezegd heb je gezegd... het zijn we niet toegestaan. Nee, dat klopt. En dat zal ik ook uitleggen. Kijk, dassen zijn beschermd. En die zijn zwaar beschermd. En dat betekent op het moment dat daar dassen aanwezig zijn op een terrein... dat je dan alle mogelijke maatregelen moet nemen... om die dassen er ook te behouden. Alleen soms is dat niet mogelijk... omdat je ja, evenementen hebt die daar volstrekt niet bij passen. Die echt de dassen veel stress bezorgen... En zelfs zorgen dat die dassen op termijn gaan vertrekken. Als ze al niet meteen vertrokken zijn. Mm-hmm. En dat als je voorstelt dat daar gewoon heel veel evenementen plaats mogen vinden. Hardcore festivals. En op zich is daar op zich niet zoveel op tegen als het maar één keer in het jaar plaatsvindt. Maar dat mag hier meerdere dagen per jaar. En ook wat betreft crossen en andere zaken die veel geluid met zich meebrengen. Vuurwerkshows mogen gegeven worden. Ja, en dat is gewoon echt funest voor de aanwezigheid van de das. Ja. Dus even om dat helder te krijgen, wat je vertelt is niet een mening, maar is ook gewoon juridisch. Is dit een onhoudbaar verhaal? Het is een onhoudbaar verhaal, want kijk, er zijn mogelijkheden om te zeggen, oké, wat moeten we dan met die dassen doen? We hebben in het verleden wel eens meegemaakt dat dassen, omdat ze, laat maar gewoon zeggen, in de weg zaten, verplaatst konden worden naar andere regionen. Dat is niet meer mogelijk. We hebben hier te maken met dassen die... op een plek zitten waar je ze niet van weg kunt halen... omdat alle andere plekken in de omgeving... en dan praat ik over de driehoek Oldenzaal, Hengelo, Enschede... gewoon bezet zijn door andere dassen. Dus je kunt ze niet zomaar hier ergens anders neerzetten. De dassen die zich hebben gesetteld bij dat vliegveldterrein... Ja. Die kunnen niet ergens anders naartoe en nee. Daarmee moet je ze... en de wet zegt eigenlijk, je moet ze op die plek dus... hun gebied gunnen en de rust gunnen. Ja, je mag de ecologische functionaliteit... zoals dat heel formeel heet, van het gebied niet aantasten. En dat gebeurt op het moment dat je daar dit soort activiteiten gaat organiseren. Kijk, er is geen enkel bezwaar om te zeggen... er worden vlooienmarkten georganiseerd. Er worden andere zaken georganiseerd. Dat kan daar prima plaatsvinden op dat evenemententerrein. Mm-hmm. We hebben vorig jaar zeg maar, de prachtige theatershow gehad. En dat kan ook uitstekend. Ik bedoel, daar is dat gebied wel geschikt voor. Maar er zijn ook evenementen die weinig geluidsoverlast... en andere overlast veroorzaken. Maar je moet je voorstellen dat er 400 uur per jaar... gewoon buiten die grote evenementen om... gecrossed mag worden met zware motoren, met heel veel decibel. Ja, daar zijn die dassen bang voor. Ja. Tegelijkertijd ook continu aanwezigheid van mensen, dat schrikt dassen ook heel erg af. Dus ja, je kunt op een briefje geven dat als we dit soort gaan organiseren, dat die dassen binnen no time vertrokken zijn en ook niet meer terugkomen. We komen daar zo meteen nog wel even op terug. Misschien ook even, want je ziet het eigenlijk nu ook al misgaan. Ja. Toch? Ik bedoel, want je hebt ook in die vergadering laten weten... dat je meer dan ooit daar dassen aangereden ziet worden. Ja, dus zeg maar, in de onmiddellijke omgeving van het vliegveld... en dan moet je alle grote wegen die er rondomheen lopen meetellen... zijn dit jaar alleen al 7 dassen doodgereden. En dat is meer dan we andere jaren zien. Is dat omdat daar dan meer bedrijvigheid is? Want het heeft de afgelopen tijd toch door corona niet heel veel gebeurd. Ja, of zijn er meer dassen gekomen? Nou, er zijn net dit voorjaar natuurlijk weer, toen de lockdown voorbij was, allerlei activiteiten opgestart. Er is onder andere een truckshow geweest, waar 350 trucks op het terrein zijn geweest. We weten het niet zeker, maar we hebben sterk het vermoeden dat dat soort evenementen onrust veroorzaken en eraan bijdragen dat die dassen zich veel meer gaan bewegen. En dat betekent dat ze wegen over moeten steken en dus gevaar lopen om aangereden te worden. Ja. Nou, zijn er een aantal dassen zijn daar gesignaleerd. Er zijn ook dit jaar zijn er 2 jongen geboren. En 1 van de jongen is inmiddels al op de oude Deventerweg doodgereden. Ja, goed, zeg maar of dat dan samenhangt met die evenementen. Maar ons vermoeden is van wel. Ja, dan kan dat er zo uitzien. We hebben een beeld. Wat doet dat met jouw je dassenhart? Als je dat ja, zo ziet. Nou, dit beeld is van mij afkomstig. Ik ben daar zelf bij betrokken geweest. In de zin dat het is op een andere plek, geloof ik. Maar dit voor is, beeld dit is op de Oldenzaalstraat, ja. Ook vlakbij. Dat is echt een paar honderd meter afstand van een van de burchten. Deze das is een mannetjesdas. Dat weet ik toevallig omdat ik hem zelf onderzocht heb.
En die is daar omgekomen, terwijl die van zijn burcht naar een andere plek ging. Mm-hmm. Maar is een paar dagen later is er een vrouwtjesdas omgekomen. Een jong vrouwtje van dit jaar. En dat was op de oude Deventerweg. Mm. Eigenlijk tussen Smilders Kleigaten en de Deventerpoort in. Dat is de ingang naar het vliegveld. Ja. Waar komt jouw liefde eigenlijk vandaan? We hebben hier ook zo'n beest staan. Ja. Toen ik hem net voor het eerst zag, dacht ik, wat een prachtig beest. Je ziet ze niet zo vaak, zo in volle glorie. Nee, nou dat is eigenlijk ook zeg maar meteen de ellende van die beesten. Waren ze maar overdag zichtbaar. Want dan zouden ze veel aantrekkelijker gevonden worden. Dit zijn echte nachtdieren. En je ziet hoe groot ze zijn. Het zijn middelgrote honden. Ik was daar meteen door verkocht toen ik ze voor het eerst, en dat is 45 jaar geleden, in levende lijven zag. En ja, het zijn fantastische dieren die heel sociaal zijn. Ontzettend speels. Maar ook heel slim en intelligent. En wat dat betreft gewoon wel lijken op gewoon een hond, als het ware. Worden ze dat trouwens ook vooral 's nachts aangereden? Ja, want ze worden altijd, dassen komen naar buiten in de schemering. Blijven dan vaak nog even hangen op de burcht. En op het moment dat ze zich zeker voelen, dan gaan ze op pad om voedsel te zoeken. Mm-hmm. Ja, en dan is het vaak al donker. En worden ze in het donker aangereden. Dus ze worden altijd van en naar voedselterreinen. Of op het moment dat de bronsttijd is, dat ze gaan zeg maar, echt heel seksueel actief zijn, dan zoeken ze ook andere burchten op. Ja. Dan moeten ze grotere afstanden afleggen en ja, dan lopen ze meer gevaar. Ik geloof dat we ook nog wat bewegend beeld hebben. Ik weet niet of we dat nog hebben. Een beetje een beeld bij van hoe zo'n das. Dit is trouwens wel overdag. Ja. Hoe zo'n das zich beweegt. Nou, dit is overdag, maar dat is om 6:00 morgens. Terwijl er toen net licht was. Deze camera is redelijk goed. En dit is een mannetjesdas die zeg maar ergens op een burcht hier in Twente net weer naar binnen gaat. Hoeveel van die burchten zijn er? Er zijn best wel veel. Eigenlijk hebben we in de hele regio Twente zo'n 269 burchten. Er zijn hele grote bij, maar ook hele kleintjes van maar één ingang. En een burcht is? Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is gewoon een terrein waar allemaal gaten in zitten. Maar dan heb je daar bergen zand voor de deur, zoals je hier ook ziet, op de vorige kon zien. Van wel een paar kuub soms, omdat ze daar heel lang kunnen zitten. En telkens hun burcht verschonen en het materiaal naar buiten werken, wat smerig is. En dan weer nieuw materiaal naar binnen halen. Zo'n burcht kan wel een hectare beslaan. Dan zit je achter de das. Een hectare? Een hectare kan er wel beslaan in grote gevallen. Hier in Twente zijn ze kleiner. Maar je ziet je achter ook op het beeld een hele grote stortberg, zoals ze dat noemen. Een bergzand. Je ziet al hoe groot die das is. En laat staan dat je ziet hoe groot die berg met zand is die naar buiten gewerkt is. Maar er zijn, dat is nogal 260 van die burchten in Twente. Ja. Hoeveel dassen leven hier dan in dit gebied? We hebben het uitgerekend, want we hebben vorig jaar heel uitgebreid geïnventariseerd met 30 mensen. Gewoon om alle gebieden waar we wisten dat dassen zaten af te lopen en de burchten weer te bezoeken. We rekenen nu op 210 dassen. En dat is een schatting. 210? Dat is niet voor elke burcht een of meerdere dassen? Okay. Nee, het is in het hele gebied, heel regio Twente, voor alle 14 gemeentes die in de regio Twente vallen, kom je op 210 dassen uit. Maar dan is 7 doodgereden dassen in de afgelopen tijd in één keer een heel significant aantal. Dat is een heel significant aantal. Want we hebben hier eigenlijk tussen Oldenzaal, Enschede en Hengelo een vijftal belopen burchten. Dan reken daar ook een paar dassen. Zit je op 15 dassen, 16 dassen zo'n beetje. Ja. Ja, en dan is 7 daar best veel in dat dan sneuvelt. Dan is bijna de halve populatie weg. Waarom is eigenlijk die das een beschermde diersoort? Omdat hij vroeger bijna uitgestorven was in Nederland. Gaat een telefoon? Ja. Hij was vroeger bijna uitgestorven in Nederland. En dan praat je over 1980. Toen was er nog maar één bewoonde burcht in de hele regio Twente. Mm-hmm. Dat is gelukkig weer verbeterd. Maar we zijn al lang niet zover dat het hele gebied waarvan we vroeger wisten dat er altijd dassen gezeten hebben weer bezet is. Dus en toen is ook echt de das beschermd geraakt. Ja. Omdat het zindrogen achteruit ging. En waar ben je dan in de nieuwe plannen? Waar ben je dan vooral bang voor? Want we zien hier letterlijk net die dassen kunnen worden aangereden. Ja. Maar het is ook dat hun leefomgeving dus door het geluidsoverlast. Ja. Of wordt er letterlijk over de burchten heen gereden? Hoe moet ik dat eigenlijk voor me zien? Ze gaan niet letterlijk over de burchten heen. Maar wel op 15, 20 meter afstand. En dat is voldoende om daar zoveel geluid te produceren dat die dassen daar van stress in de brug blijven zitten. Ja. Wat je ook ziet is dat het bestemmingsplan gewoon ruimte biedt om bossen te kappen, om een grote gedeelte van het terrein te asfalteren en dergelijke. Ja, en het is ook het voedselgebied van de das. Dus je maakt eigenlijk het hele gebied stuk om daar fatsoenlijk te kunnen eten. En dat betekent dat ze nog meer buiten moeten gaan. Met die verstoring op zich, ja, er is maar één ding duidelijk, die dassen gaan naar weg. Nou heeft die das een belang, dat is wel duidelijk. Aan de andere kant staat natuurlijk ook de technology base. Die wil die grond die ze nu hebben, die hebben ze verkocht. Ja. Aan de nieuwe eigenaar Jan van Eck, die wil daar evenementen ontplooien. Ja. En daar is een afspraak gemaakt van, ja prima, dat terrein. Maar dan wil ik ook dat bestemmingsplan hebben. Want ik wil daar goed mijn activiteiten kunnen doen.
als dat bestemmingsplan niet snel wordt goedgekeurd, op deze manier, ja. Ja, dan heeft hij gezegd, dan ga ik die laatste deel van mijn betaling, 1,5 miljoen, niet doen. Ja. Uiteindelijk de gemeente Enschede en de provincie Overijssel zijn eigenaar van Technology Base. Mm-hmm. Die zullen daar aan het einde van de lijn op een of andere manier iets van gaan voelen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, heel simpel. Ik ben zelf ondernemer. Wat hier gebeurt is dat het ondernemersrisico bij de gemeente is neergelegd. Dat is een hele vreemde zaak. Want in feite, als jij zegt van ik wil je iets gaan ontwikkelen, ga je dat niet doen voordat je überhaupt het bestemmingsplan geregeld hebt. Er zijn hier kennelijk achter de schermen afspraken gemaakt. En dat werd ook wel duidelijk bij de raadsvergadering. Omdat de wethouder ook zei van ja, dan als dat niet doorgaat, lopen wij financiële schade. Het is een heel eigenlijk oneigenlijk democratisch proces. Het lijkt een beetje een omgekeerd Het is het omgekeerde wereld. Zo kijk ik dit tegenaan. Ze hadden eerst moeten zorgen dat ze de das in oogschouw hadden. En het afgetikt hadden en dan pas moeten verkopen. Op die manier. Nou ja, ze hadden eigenlijk gewoon de burgerparticipatie heel serieus moeten nemen. Want tijdens die raadsvergadering kwam ook naar boven dat eigenlijk alle partijen die daarbij betrokken waren en heel zinvol wat over zouden kunnen zeggen, absoluut niet gehoord zijn. Ook alle natuurbeschermingsorganisaties die helemaal rondom het vliegveld liggen. Want het gaat niet alleen over de das. Ik zit hier als vertegenwoordiger van de das, omdat wij daar helemaal in gespecialiseerd zijn. Mm-hmm. Maar er liggen grote natuurgebieden rondomheen. Lonnekemeer is zelfs tot Natura 2000 gebied verheven. En al die natuurwaarden op de Lonnekemeer, het Hof Espelo, dan heb ik het ook over het Holthuis, ik heb het over de Lonnekeberg en noem maar op. Dat zijn die waarden worden ook verkwanseld als het ware, doordat midden in die natuurgebieden die rust compleet verstoord wordt. Voor wat betreft die das, zie je zelf überhaupt oplossingen? Ja, tussen de regels door hoor ik dat volgens mij al. Ja, of, ja, die zijn er wel? Die zijn er wel, gewoon. Ik zou zeggen, controlled alt delete en dan gevolgd door sterretje per sterretje. Ja, het bestemmingsplan gewoon overnieuw en een nieuwe bestemming zoeken. Ja. Sterker zelfs, er staan ondernemers die prima passen en die zeggen, wij willen groen en poen samen combineren. Maar er is tot nu toe geen sprake van. En er zijn ondernemers, mooie bedrijven die zeer innovatief waren, met hele mooie innovatieve businessmodellen die passen in deze tijd, die zijn van de trein vertrokken. Omdat ze daar zien dat dat niet tot zijn recht komt. Ja, maar goed, dus het bestemmingsplan zoals het er nu ligt, met de plannen die daarop mogelijk ontplooid kunnen worden. En de das gaan niet samen door één deur. Die gaan niet samen door één deur. Maar wat nou als de gemeenteraad zegt, ja goed, we moeten toch door en ze nemen het plan toch aan? Ja, dan ga ik door. Dat betekent dat we gewoon naar de rechter gaan. Want dan moet het recht gewoon maar zegevieren. En dat betekent dat we daar waarschijnlijk een langdurige procedure van zouden krijgen. Maar daar laten ze ook dan geen andere keus. Als ze dit niet nu tot inzicht komen, is de keus gewoon heel duidelijk. Ja. Heeft u het idee dat de gemeenteraad u hoort? Ja, we denken dat wel. We hebben al een hele positieve reactie gehad van D66. Niet wij als DAS-werkgroep. Maar ze hebben al aangegeven dat zij zich echt nu helemaal gaan inzetten om te zorgen dat de Lonnekeberg geen herrieberg wordt. Mm-hmm. Maar ik zou zeggen, ja, zorg er ook voor dat het hossen en crossen op de Dassenbrug er ook niet plaats gaat vinden. Ja. En het is niet nogmaals om evenementen tegen te houden. Maar het vliegveld is niet de juiste plek voor dit soort evenementen. En al helemaal niet omdat deze jongen daar dus leeft. Helemaal niet om deze jongens te zitten. Ja, duidelijk. Ja. Gerard Berendsen, dank voor je verhaal. En voor een prachtig beeld wat je hier hebt meegenomen ook. Graag gedaan.